Ik vind het fijn om me in het weekend voor te bereiden op een nieuwe week. Dus ja, ik zie het dan ook een beetje als een reset weekend, een reset Sunday. Vaak vindt het plaats op de zondag, soms op de zaterdag of op beide dagen. Het ligt eraan of onze weekenden gevuld zijn met andere dingen. Maar ongeacht onze agenda's maken we altijd tijd om een aantal dingetjes in het weekend uit te voeren. Zo vind ik het fijn om wasjes te draaien, de was op te ruimen. Het is niet zo dat ik elke dag een wasje doe. Het ligt eraan. Elke week is weer anders, maar vaak doe ik midden in de week een wasje en in het weekend. Maar soms komt het wel eens voor dat de wasmachine vaker aan moet. Dan doen we ook altijd boodschappen in het weekend. Soms bestellen we boodschappen en soms gaan we fysiek naar de winkel toe. En dan halen we wat dingen die we de aankomende dagen nodig hebben. Maar voordat we boodschappen doen, vind ik het ook heel erg prettig om van tevoren een meal plan te maken van de aankomende week. Zodat we weten wat we moeten halen en wat we eigenlijk willen eten. En dan doe ik vaak een meal plan voor ontbijt. Soms ontbijten mijn vriend en ik hetzelfde, soms niet. Ligt eraan, we zorgen wel altijd dat we iets van ontbijt in huis hebben. Dan lunch. We hebben de mazzel dat we op werk daar lunch krijgen. Maar als we thuis werken, hebben we wel een lunch nodig voor thuis. En dan avondeten, dat is altijd de uitdaging bij ons van wat we nou in de avond willen eten. Maar door van tevoren een plannetje te maken, dan zit je niet met je handen in het haar. Dus dat vind ik enorm fijn om te doen. Dus een mealplan is gemaakt, boodschappenlijstjes gemaakt en dan wordt het tijd om even boodschapjes te doen. En na het doen van de boodschappen laten we alles in. Dan doen we alles in de koelkast en de voorraadkast. Ik probeer het wel zo georganiseerd mogelijk te doen. Maar soms lukt het gewoon niet. Ik moet zeggen dat de voorraadkast wel eventjes een nieuwe indeling moet krijgen. Want dit is niet heel slim aangepakt, maar dat is een projectje voor later. De koelkast is in ieder geval goed gevuld voor nu. En ik heb ook rijst en pasta aangevuld. Dan zijn we alweer klaar voor een nieuwe week wat betreft eten. In het weekend maken we ook tijd om even alles op te ruimen, schoon te maken, even te stofzuigen. Eigenlijk stofzuigen we bijna dagelijks vanwege onze hond Milo. Maar ja, ik vind het wel fijn om even het huis stof- en haarvrij te maken. Eens in de zoveel tijd dweilen we ook. Zouden eigenlijk vaker moeten wijten, maar hey. Maar de taken verdelen we. Het ligt er gewoon aan hoe het weekend loopt. De ene keer doe ik ietsjes meer. De andere keer doet mijn vriend iets meer. Dus, maar ik vind het vaak wel leuk om te stofzuigen. Ik weet niet, ik hou van een stofzuiger. Het is heel erg simpel. Lekker makkelijk gedaan. Stofzuigen, afstoffen, alles netjes maken. En zo voelt het huis weer lekker fris aan. Iets wat ik de afgelopen periode heel vaak vergat, maar nu probeer ik niet meer te vergeten, zijn mijn vitamines. Want ik heb vitamines die ik dagelijks in wil nemen. En ik heb ze voorheen allemaal in losse potjes gehad. Maar ik vind het veel makkelijker om het in één compartment te hebben. Dus ik heb een heel leuk dingetje waar ik allemaal vitamines in kan doen. Dus dat vul ik altijd aan op de zondag, zodat ik genoeg vitamines heb voor de hele week. En wat ik ook heel fijn vind om te doen op de zondag voornamelijk, is om een planning voor de aankomende week te maken. Dit doe ik 9 van de 10 keer digitaal, want zo kan ik op mijn computer, maar ook op mijn telefoon altijd mijn planning bij de hand hebben. Soms doe ik het fysiek in een agenda. Maar ik vind het wel fijn om vooruit mijn week te plannen. En vaak zijn mijn dagen over het algemeen hetzelfde ingedeeld. Maar soms wijkt het wel af. Ik vind het wel heel erg prettig werken om alles in mijn agenda te zetten. Zodat ik een routine voor mezelf kan creëren. Helemaal in de ochtend. Want ik moet mezelf klaarmaken voor de dag. Soms wil ik gaan sporten. Ik moet natuurlijk Milo aandacht geven. Milo uitlaten. En ik vind het gewoon heel fijn om alles in mijn agenda neer te zetten. Want zo kan ik het 1. niet vergeten. En wat ik zei, heb ik routine en structuur in mijn leven. En dat vind ik enorm fijn. En ik ben ook echt zo'n persoon die alles noteert. Van wakker worden tot aan klaarmaken voor de dag. Reistijd, wanneer ik op werk ben. En dit heeft de afgelopen jaren mij zoveel geholpen om meer inzicht te krijgen van mijn tijd. Ben ik ook bewust hoe lang ik eigenlijk met de activiteit bezig ben. En kan ik gewoon veel meer uit mijn dag halen. Dit was dan mijn weekend reset. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat vooral weten wat jij fijn vindt om te doen in het weekend. Is het iets soortgelijks? Doe je compleet andere dingen?
Of heeft deze video je gemotiveerd om ook een weekend reset moment in te plannen? Ja, en dan zien jullie mij de volgende keer weer met een nieuwe video. Doei!